De organisaties zijn blij. Is de VVD dan ook zo blij dat deze stap nu is genomen voor de vreugdevuren? Ja, ik wel. Ik mag natuurlijk formeel niet meer namens de VVD spreken. Nou, je bent VVD, maar ik schat in dat de VVD ook blij is. Want de vreugdevuren, dat is ook een traditie die echt bij Den Haag hoort. En het is natuurlijk een paar jaar geleden gruwelijk misgegaan. Daarna is het om verschillende redenen een paar jaar niet doorgegaan. En je zag dat heel veel mensen dat misten. Omdat heel veel mensen ook hechten aan die traditie. Ook mensen die heel veel te lijden hebben gehad onder die bijna ramp die een paar jaar geleden zich heeft voltrokken. Dat hij toch eigenlijk belangrijk vindt dat die vreugdevuren door kunnen gaan. Maar het moet natuurlijk wel op een verstandige manier. Dus ik denk dat de burgemeester daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt heeft om dat op een goede manier te doen. En ik ben ongelooflijk blij dat het nu door kan gaan. Nu, ze worden wel wat lager natuurlijk dan de laatste keer. Dus ik zal ze vanuit Indonesië niet meer kunnen zien, schappen vinden. En ik denk ook echt dat het wel de lakmoesproef is of je op een veilige manier vreugdevuren kunt laten doorgaan. Dus ik denk als het dit jaar uit de hand loopt, dat het ook einde oefening is. Maar volgens mij laten ze wel bouwers als gemeente er, laten die zien dat ze echt alles op alles zetten om het goed te laten doorgaan.